Hallo iedereen en welkom bij onze maandelijkse update over de maand mei. Ik heb hier Geert van Herk naast mij staan die vandaag meer toelichting zal geven over zijn visie op de aandelenmarkten en natuurlijk ook een terugblik op de maand mei zal geven. Hallo Geert. Dag Jimmy. Welkom. Het pessimisme onder de beleggers blijft heel groot, maar economisch gezien blijft eigenlijk alles wel redelijk goed draaien, voorlopig. Nu, Italië zit wel officieel in een recessie en ook in de Verenigde Staten is er net op het laatste moment een akkoord gekomen tussen de Republikeinen en de Democraten, wat het schuldenplafond betreft, wat op zich niet noodzakelijk goed nieuws is, volgens sommige analisten. Ja. Nu, is dit een opportun moment voor de contraire belegger of hoe ziet het investeringscomité dat? Ja. Het klopt inderdaad dat er toch vandaag wel wat pessimisme is onder de beleggers. Inderdaad, Italië in een recessie, ook zelfs Duitsland in een recessie. Maar ondanks dat moeten we toch vaststellen dat de meeste beurzen toch maand na maand blijven verder stijgen. Sinds het begin van dit jaar, denk ik, is het eigenlijk een vrij goed jaar voor de beleggers. Ondanks dat recente groeicijfers misschien wat negatief waren voor sommige Europese landen. Maar het investeringscomité van Key Private stelt toch vast dat globaal genomen de evolutie van de economische activiteit nog altijd de goede richting uitgaat. Op de grafiek zien we onder andere het vertrouwen in de dienstensector en de industriële sector. En wat stellen we daar vast? Ja, maand na maand gaat dat vertrouwen hoger. Dus de economische gezondheid van de wereldeconomie die blijft toch nog altijd, denk ik, vrij goed. Er is hier in ieder geval toch nog geen sprake dat wij voor een mondiale recessie staan. En ook een tweede economische indicator die eigenlijk het investeringscomité van Key Private gunstig stelt, is de evolutie van de inflatiecijfers in de westerse wereld. We merken al een aantal maanden dat ook de grondstoffenmarkten toch wat in een dalende trend zitten. Dat betekent natuurlijk dat de factuur voor de bedrijven wat verlicht wordt. Zij moeten minder betalen voor hun grondstoffen, waardoor ze natuurlijk ook minder geneigd zijn om hun verkoopprijzen op te trekken. Op deze grafiek zien we trouwens de evolutie van de verkoopprijzen, zowel in de dienstensector als in de industriële sector. En we zien daar ook duidelijk een dalende trend. En dat moet toch ook, denk ik, een beetje de westerse centrale banken gunstig stemmen om toch misschien die korte termijnrente niet meer zo agressief te verhogen naar de toekomst toe. Dus al bij al zijn die statistieken over de, de gezondheid van de wereldeconomie toch nog altijd vrij goed. En het valt inderdaad op dat we, als we vandaag kijken naar de beleggers, dat de belegger toch vooral pessimistisch is. Wat zien we op deze grafiek? Bovenaan zien we de evolutie van de S&P 500, de referentieindex voor de Amerikaanse aandelenmarkt. We zien die sinds 2010. En onderaan zien we eigenlijk een beetje de positionering van grote beleggers, waaronder onder andere de hedge funds. Dus voilà, zij hebben bijvoorbeeld toegang tot afgeleide producten, waardoor zij kunnen inspelen op een verwachte daling van de markten of een verwachte stijging van de markten. Op dit ogenblik zien we eigenlijk dat heel veel grote beleggers, heel veel hedge funds, eigenlijk inzetten op een daling, een verwachte daling van de aandelenmarkten. Ze hebben eigenlijk massaal shortcontracten gekocht om inderdaad te profiteren van een verwachte daling van de beurzen. Maar als we een beetje kijken in het verleden, telkens als die positionering zo extreem was, zo negatief, dan zag men toch eigenlijk altijd vanuit een contrair standpunt dat dat juist zorgde voor een stijging van de markten. Dus opnieuw, ik denk een beetje de boodschap van deze grafiek is dat het pessimisme onder grote beleggers toch nog altijd zeer wijd verspreid is. En we weten ook dat als iedereen zeer, zeer pessimistisch is, dan nemen toch eigenlijk de kansen op een herstel van de beurzen of een verdere stijging van de koersen toe. Dat is trouwens ook in het verleden gebleken. Ik heb daar een aantal rode lijnen op de grafieken getrokken, verticale lijnen. U ziet, telkens als de positionering zeer extreem was, zien we eigenlijk dat daaruit gevolgd is en dat de markten toch gestegen zijn. Dus de boodschap van deze grafiek, iedereen zeer pessimistisch, waardoor we vanuit een contrair standpunt toch een beetje durven stellen van misschien kunnen de beurzen nog wel hoger eindigen in de komende weken en maanden, Jimmy. Ja, dus pessimisme zorgt voor opportuniteiten. Ja. Kunnen we dan ook eens kijken wat onze resultaten zijn in de maand mei? Ja, dus voilà, de maand mei, denk ik in zijn geheel genomen,
een goede maand voor aandeelbeleggers. Zeker de Amerikaanse aandelenmarkt heeft het goed gedaan. En met dank natuurlijk aan de technologie sector. En we zien de MSCI World, waarin Amerikaanse aandelen toch zo'n 65% wegen. Plus 3,4% in euro. We zien ook de emerging markets, de groeilanden, toch een positieve prestatie. 1,6. En een beetje de verliezer van deze maand waren Europese aandelen. Grosso modo min 2% gedurende de maand mei. Mooi daarbij wel niet uit het oog verliegen dat Europa sinds de start van dit jaar toch al zeer, zeer sterk gepresteerd heeft. Dus algemeen genomen toch goede resultaten voor aandelenbeleggers. Dat vertaalt zich ook in positieve netto-rendementen voor de maand mei voor onze key private portefeuilles. Profiel 3 plus 0,18%, profiel 5 plus 0,27% en profiel 7 ja, 0,65%, omdat we daar natuurlijk ja, wat meer blootgesteld zijn aan de aandelenmarkten. Dus grosso modo toch opnieuw een positieve maand voor de klanten in key private, Jimmy. Ja, wel, dat zijn mooie rendementen inderdaad. Ik heb ook begrepen dat het investeringscomité geen rotaties heeft doorgevoerd. Kan je daar eventjes op inpikken? Ja, dus voilà, we zien eigenlijk dat de economie, de wereldeconomie nog altijd in goede doen blijft. Er zijn geen recessiesignalen. We zien dat wijdverspreid pessimisme op de aandelenmarkten. Ja, dat is eigenlijk ook een beetje een contra-indicator. Om toch misschien te verwachten dat de beurzen nog hoger kunnen de komende maanden. Dus voilà, niets verandert er in onze portefeuilles. Voor aandelen blijven wij bij de MSCI World, de MSCI Europe. Je ziet hier profiel 3, profiel 5, profiel 7 en telkens dezelfde trekkers, geen wijzigingen. We behouden de goudtrekker en ook de trekker op de overheidsobligaties uit de eurozone. Dus grosso modo geen wijzigingen in de portefeuilles, Jimmy. Oké, maar dat is goed om te horen, geen wijzigingen. Dan kunnen we nu misschien ook eens kijken naar jouw conclusies van de maand mei. En misschien ook, zoals altijd, het overzicht van de netto-rendementen sinds de start. Ja. Dus voilà. Dus qua conclusies, denk ik, verandert er weinig. En we zien dat de economische fundamentals nog altijd de goede richting blijven uitgaan. Maar op dezelfde tijd stellen we toch een grote divergentie vast tussen de economische realiteit en denk ook de beursrealiteit. Heel veel indexen noteren toch vrij hoog, op hoge niveaus. Maar toch zien we dat beleggers zeer negatief gestemd blijven. Dus een wijdverspreid pessimisme opnieuw, dat creëert kansen voor de wakkere belegger. Dus voilà, het zou een contrair aankoopsignaal kunnen zijn voor zij die misschien nog wat onderwogen zitten in hun portefeuilles. Of die zeggen, van ja, ik wens toch het moment te gebruiken om in te stappen in de markt. En het investeringscomité van Key Private ziet eigenlijk geen enkele reden op de dag van vandaag om defensiever te worden. Vandaar ook dat de cashpositie op 5% blijft. Goed, traditiegetrouw eindigen we de maandelijkse video met een korte commentaar op de evolutie van de netto-rendement. Als we naar dit jaar kijken, denk ik wel dat we mogen stellen dat we nog altijd mooie netto-rendementen realiseren voor de beleggers in Key Private. Voor een uitgebalanceerd profiel, profiel 5, zitten we op een netto rendement van 4,4%. Voor een dynamisch profiel zitten we op 6,15% netto. Ik wil ook opmerken, het meest agressieve profiel, profiel 10, plus 7,75%. Ik merk op dat de BEL 20, onze nationale aandelenindex, dat die sinds de start van dit jaar negatief noteert. Dus voilà, ik denk dat we mogen stellen dat we nog altijd tevreden mogen zijn met het behalen van deze netto-rendementen dit jaar, Jimmy. Wel hartelijk dank, Geert. Dat was heel duidelijk. Dus pessimisme zorgt voor opportuniteiten. We hebben mooie rendementen, dan moeten er inderdaad geen wijzigingen gebeuren. Nee. Hartelijk dank om te kijken. Wij zijn er volgende maand terug. Tot dan.